Zo, lekker, lekker cozy. Lekker cozy. Lekker cozy. Oh, is dat nu iets meer op jou dan op mij? Dat is niet eerlijk. Zo. Zo is het meer eerlijk. Oeh. Ah, Jolietje. Oh, het is zo mooi. Hoi, en superleuk dat je erbij bent. Ik heb Daan meegesleurd naar haar eigen bank. Ja, bij mij thuis. 2 jaar geleden zijn wij begonnen met vloggen. Ik kreeg... 2 jaar al? Ja, 2 jaar. Ik kreeg serieus? Die, ik zei het ook tegen jou en hij zei, ja, dag. Maar het was dus echt zo. Ja. Zijn we ook begonnen hier op deze bank. Ja, dat klopt. Vet zenuwachtig. Heel zenuwachtig. En ik wil graag met Daan even de video gaan bekijken. En daar dan even, ja, even gewoon kijken wat er allemaal is veranderd. Ik moet zeggen dat ik hem ook al best wel lang niet gezien heb. Dat het... Helemaal niet. Ik kan me ook niet herinneren welke de eerste video is. Nee, ja, ik heb hem net stiekem even snel... De punten even snel zo doorgespoeld. Zodat ik dacht, oh, en dat, en dat, en dat. Dus ik vind het echt heel leuk om even met jou te gaan kijken. Oké. Okay, nou. Dus ik heb hem klaarstaan. Let's do it. We gaan deze Shrek dingen in onze ogen doen. Ja. Is dit ook rechts? Ik heb geen idee hoe dit hij werkt. Hij moet andersom, hij moet omhoog. Hij moet omhoog. Ik heb er wel op zitten drukken, dus ik weet niet. Oh, dan gaan we even testen of het geluid het doet. Ja. Ik hoor wat. Ja. Oh, moet u misschien... Oh, hij is eruit, plop. Ik kan dan niet lachen, want dan gaat hij eruit. Oké, heb je een Shrek-ding in? Ik heb een Shrek-ding in. Nou, niet tijd om... misschien is het leuk, Daan, wat denk je wat er gebeurt? Wat weet je er nog van? Echt helemaal niks. Ik kan me voorstellen, de eerste video, dat we een soort voorstelrondje hebben gedaan. Dus gek, hè? Want eigenlijk is 2 jaar helemaal niet zo heel lang. Maar aan de andere kant ook weer een soort van wel. Ik weet wel dat we toen nog geen vriezer hadden. Dat weet ik ook zeker. Just was er wel al, Cas was er al. Ja, Dream was er nog. Dream Girl was er nog. Maar ja, voor de rest... laten we gewoon lekker gaan kijken en dan gaan we gewoon zitten. Ik ben voorbereid. Oké, ben je er klaar voor? Ik ben klaar. Het is echt wel confronterend, denk ik. Oh, serieus? Ja, ik weet niet. Nou, let's go. Oké. Okay. Oh, ah, Jolietje. Oh, het is zo klein. Oh, kijk nou wat leuk die intro. Leuk, die foto's. Ze had Robin niet gemaakt. Oh, mijn hemel! Ik ben Danielle. Wij werken op het managementbedrijf. Meid! Nou, we hebben gelukkig wel iets meer gezelligheid hierachter nu. 2 jaar geleden stond maandag niks in mijn huis. 6 uur. 6 uur. Oh, dat geluid hoor ik 's morgens altijd. Maandagochtend, dus dat betekent uitmestochtend. Uitmestochtend? Het is nu 6:10. In mijn beleving doen we dat echt al 100 jaar op vrijdag. Nou, 2 jaar geleden dus niet. Oh, oké. Okay. Ik weet inderdaad echt wel dat dat maar 100 jaar kostte om uitmestochtend te zeggen. Wat een goed geluid. Ja, tof geluid. Nou, dat doen we nog steeds. Maar hier staat ook die oude ding nog. Die container. Ja, kijk, en we hebben nu tegenwoordig een opstrooimachine. Ja. Hier zijn we dus echt gewoon nog onze spierballen aan het trainen. Die heeft nieuwe stroos en dan gaat het schuif dicht. Komen de paarden in de stal. Eigenlijk zie je daar nog hetzelfde uit. Ja, eigenlijk wel. Dit heeft echt, denk ik, gewoon een dag gekost. Dit heeft zo lang geduurd. En dan vanmiddag hebben dame ik les. We hebben les. Ik heb Kashmir. Deze week staat in het teken van de puntjes op i voor de wedstrijd aanstaande zondag. Echt meer dan een jaar geweest toen ik zwanger bleek van... Nou, die zijn nu weer hetzelfde, je nagels. Ja, maar dat waren frozen nagels. Want we zijn kast aan de vlaar. Ja, daar zo, ja. Uitstellen en nu nog een beetje, want we gaan eerst weer in voor 2. Leuk dat geluid van die blazer op de achtergrond. Ja, maar. Een beetje uit conditie, maar we doen ons best. Ja. Ja. Hey! Oh, Keen! En wie staat daar nou dan? Helemaal achter. Dat is hier. Hier staat Dream. En dan staat hier Kier. Of is dit Yui? Nee, dat is Yui. Oh, en wie staat. Oh, dat is dan Just. Helemaal nee, dat is dan Kier. Nee, want Kier stond... Nee, Kier staat tegen. Kas mag nog even lekker los trillen op powerplay. En we gaan even bij... Op dit trilpraat, dat doen we nog steeds. Die cap, Daan, wat was er met die cap gebeurd? Niks. Die heb ik trouwens wel hier. Dus aan het eind van de video kan ik even laten zien wat daarmee gebeurd is. Kijk, Dreamy. Mijn vriendin. Ja. Dat is knap, hè? Oh, kijk, daar kom ik. Hop, hop. Kijk, konden we toen ook al. Yeah! Hier is niet heel veel veranderd in de bak. Nee, die is nog
Vrijwel hetzelfde. Oh meid, mooi vanaf de goede kant gefilmd. Ja, onze film skills zijn ook wel iets. Oké, nou. Workout dinsdag. Toen gingen we nog naar de sportschool. Ja, nu worden we afgemat door iemand anders. Ja. Nou ja, nu natuurlijk in de coronatijd even niet, maar... Zo, lekkere buikie. Hier staan we bij Grindel. Kijk die kas. Weer de blazer. De blazer. Aan de zuurlijn. Dat ze even de gekkigheid om even kiezen kunnen bokken, springen, rennen. Maar dat ze wel aan de zuurlijn hebben. Dus dat ze een klein beetje controle over hebben. En daarna gaan ze lekker in de paddock. Dan kunnen ze even lekker rollen. Vind je het nou moeilijk om jezelf zo terug te zien of niet? Ik vind meevallen. Ja, ik vind ook minder. Maar misschien omdat je nu gewend bent om naar jezelf te kijken. Dat je eigenlijk denkt, ja. Ik dacht wel net bij mezelf. Ik denk, praat eens door. Zo. Ja. Duurt lang. Ja. Oh, kijk nou. We hebben nog helemaal geen dak. We hebben nog geen dak erop. Kan je ook niet meer voorstellen. Nee. Oh, baby Kier. Vlek op de camera. Hallop. Jippie. En die platen niet hier. Nee. De paddock. Kier, als je ook nog echt... Als je Kier nu alleen al het verschil ziet. Ja, hè. Wat er kan gebeuren, hè. Ja. Oeh. Leuk muziekje ook even eronder. Ja, precies. Gezellig. Leuk sfeermuziekje. Ah, dreamy, hè. Helemaal gag. En buiten spelen. Samen met Pippi. Dream doet hard to get. Altijd. Zelfs samen met Uvira in de bak. Doet deze dan wel dat ze het gezellig vond dat Uvira erbij was. Maar ze deed nooit samen kriebelen of zo. Nou, Dream wil even lekker liggen rollen. Nou, ze lekker liggen rollen. Dat is fijn. Voordat ze haar dekens erop krijgt. Ik heb daar een super fijne rotborstel voor. Ja, Dream die... Hey, nu hebben we wel een leuk muziekje. Nu hebben we wel. Maar dat was voor mij dit is exact hetzelfde muziekje als we net onder de show voor hadden. En daarna lekker de borstel met de lange haren eroverheen. Vind ik super fijn. Ja. Top gefilmd dit. Ja. Ik ben trots op je. Ja. Maar ik wilde zeggen, Dream die komt u best veel in deze video voor. Ja. Maar Dream die is er nog wel, maar die... Mooi van glimmen. Dream Girl was Daan haar toppaard op dat moment. En die staat nu in Amerika en die doet het nog steeds top. Krijg nog een lekker snoepie. En dan mag ze weer lekker naar bed. Een snoepie. Lekker snoepie. Nog een keertje in de stapmolen. Hoi. Wat een... Hoi. Wat een schatje nog. Oh, hoor die Liv op de achtergrond ook echt nog een baby. Ja, want Liv is daar. Liv is nu 2,5, dus Liv was echt. Een baby? Ja, Liv is echt nog wel echt een baby. Dit is te leuk. Zeeland. En Jukkie druk. Oh, dat maakt echt. Kijk maar, kijk hoe schattig nog. Nu hebben ze echt zo'n die grote mensentanden. Maar ik heb ook een heel tijd na dit video. Dit hebben we ook echt serieus. Dit zit er allemaal in. Ja, we doen woensdagmiddag wat leuks, maar... De oven is aan het voorverwarmen. Dus dit hebben we wegen succes gedaan. Lekker raken. Nee. Dat vond ik niet lekker raken. Raak maar. Lekker. Ik heb wel een andere bril ook. De beslagkom. Wat is er met die bril? Die is ook helemaal... Kijk, wat een smal toetje nog. Ja. Oh, mooi scherp gesteld. 1, 9, 10. Die nagels. Maar ook gewoon een hele tijd dat wij zo hebben rondgelopen op stad. Zo, Dickie! Ja, dat is echt leuk. Ha, lief. Zo. Oké. Wat dat Kees het heel lekker gaat vinden, denk jij? Ja, ik denk het ook. Volgens mij komt die paard helemaal niks aan. Een green girl. Niet normaal. Maar daar is de jas ook nog roze in plaats van lichtroze. Hop. Kijk eens. Donderdag. Ook mooie kwaliteit beeld. Ja. Vandaag, donderdag gaan we ook al springen. Maar we gaan eerst lekker paarden buiten zetten. Hondjes mee. Ah, oh, dat is zeker Floor. Ah, oh, Moppie nog. Hey, en daar was Eros ook nog, baby Eros. Ja. En volgens mij zag ik Floor ook nog. Meneer Pony's doen.
Goedemorgen. Hey, Pixie. Zo, die is al donker. Is Grijs daar nog? Ja. Lekker bij het spelen. Oh. Oh, mooi opgeruimd. Nou, we hebben Cas hier, dat wel. Fijn getraind. Hij doet echt hartstikke goed. Zoals ik al zei, zal het eer aan mij liggen als aan hem. Begint het niet goed doen of zo dan? Of nog een paar dagen. Ben je zo gedeprimeerd? Ik weet het ook niet. Vandaan, dan gaat King springen. Ze heeft net de koers opgebouwd. Dus ik ben benieuwd. King hebben we zelf gevolgd. Hier ben je ook lekker opgewekt inderdaad. Ja, ja, het zegt dat je denkt, nou daar word je echt vrolijk van de kind. Ah, Dodo. Ja, King is er ook niet meer. Die is er nog wel, maar King staat in. Ierland. Ja. Leuk, we gaan kijken. Hij loopt eventing in Ierland. Ja. Joepie. Daar was denk ik nog best wel veel ook springruiten op Dringel na. Ik denk dat je vooral springen deed. En nu eigenlijk. Pa. Toen ging je ook nog crossen met hem en zo. Ja, leuk. Hoppa. Oh, cool. Dat is wel leuk om zo te zien. Goedemorgen. Oh. Je wordt echt vrolijk als je naar mij kijkt, hè? Nou, wat ben jij... Een hele leuke dag van me. Oh, wat zou maak ik dan? Onze paarden zich gedragen. Oh, ik vind het wel lastig om die molensoort zonder. Ja. Dat is heel gek. Hoe snel je ergens aan went, hè? En de ponies zijn lekker aan het spelen. Een superleuke stel voor Drindel. Wat is het? Oh, leuk. Dan moet ik eigenlijk weer eens bestellen. Oh, dit waren die geperste stukken hooi. Ja. Die vonden ze wel lekker volgens mij, toch? Heel chunks. Oké. Nou, leuk. En waarom geven we dat? Nou, dat geven we als... Oh, dat vonden ze echt lekker. Daar zijn ze echt lang mee bezig. Oh, Joey. Nou, Joey, die ziet het wel zitten. Lekker nijtje. Lekker nijtje. Oh, kijk, in de zadelkamer is daar nog helemaal anders. Wat ben je lekker mijn kont aan het filmen? Ja. Oké, okay, zie je dat Just daar staat? Nou. Ik vind het lekker. Dat is Just. Maar waar stond Kier dan? Oh, daar staat Kier hier zo. Ja. In die eerste box naast King. Ja. Nou, kun je het ook niet meer voorstellen. Nu is het alleen maar Engst. Ja. Engst. En gewoon echt nog helemaal geen Fries te bekennen, hè? Nou, een dag bij ons op de manege is nooit saai. Nou, dat is nog steeds... Ja. Saai is het nooit. Druk is het altijd. Ja. Hier zijn ze. Was echt super. Oh ja, die dekjes. Nou, die doen het nog steeds goed, hè? Ja, zeker. Dik zijn en zweet opnemen, dus je niet na een jaar weer... Oh, ik had daar toen die frozen nagels. Die waren zo mooi. Het duurde echt een eeuwigheid voordat ze erop zaten. Maar ik wilde Jolie toen, die was helemaal frozen fan. Ja, Keer staat daar, zie je? Ja. Hier heb ik echt denk ik al in elke stal gestaan. Lekker vegen meid. Oh, dat was de verlies ook helemaal niet bij ons. Nee? Kindje. Ja, is wel leuk, want we zijn op dit moment begonnen met het zadelmak maken van King's zus. Met de Dominator. Ja. Ondertussen weer een nieuw zadel. We hopen dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende video. Doei. Dat doet me wel steeds hetzelfde, denk ik. Ja. Oké, nou. Oh, blop. Ja, dit is leuk. Ik denk dat we dit vaker moeten doen. Weer zo'n blooperuurtje erachteraan. Ja, volgens mij nog die TikTok kapot getrokken ook. Op te hangen. Hey. Mijn verhaal, wat ging ik vertellen? Best. Ja. Ik ga het gewoon niet nog een keer zeggen. Ik vind het gewoon helemaal goed. Ik weet het niet. Dat heb ik eigenlijk nooit meer. Jij? Dat je het gewoon echt, ja, als er echt iets heel belangrijks is. Zo. Hier, sluit het nog even af. Dat doen ze nog steeds. Maar ik heb dat eigenlijk... Oh. Ik heb dat eigenlijk... Nu niet echt meer of zo. Nee, dat je gewoon helemaal niet weet wat je tegen elkaar moet. Nee, toen was het ook echt wel een soort dat je
fijne avond. Dat moest ook even vaak opnieuw beginnen. Maar dat was ja. meer omdat er wat grappigs gebeurde. Maar ja. het is niet meer zo dat je dan echt denkt van, oh wauw. Nee, het is nu wel gewoon, je zet de camera aan en je gaat praten. Ja, het is niet meer en gek. Je weet op het moment ga je gewoon doorpraten. Toen kon ik ook echt niet, als er dan mensen in de buurt waren. Ik doe even dit schrikding uit. Ik heb hem ook al uitgaan. Ja. Als er dan ook mensen in de buurt waren, had ik altijd zoiets van, als dan zat ja. vertelling, zag ik dat er iemand aankwam, deed ik hem gauw uit en dan ging ja. ik het later. Alsof je echt bekeken werd of zo. Ja, terwijl nu denkt hij nou wel, laag aan. Nou, ik moet zeggen dat ik wel mee vind. Ik vind het heel erg mee. Ik had echt gedacht, ik had een beetje zweet dat ik denk, oh jee, wat een ellende. Ja. Maar ja, ik hoop toch dat ik wel iets gezelliger overkom dan ja, volgens mij wel. Volgens mij is dat wel, ja. Maar ik denk dat het ook een beetje spanning was. Dat denk ik ook. Ja, leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het echt heel leuk om weer terug te kijken. En ook wel dat er gewoon in 2 jaar echt wel veel gebeurt. Heel erg. Dat je echt denkt, wow. Dat is maar veel veranderd ook. Ja. Ja, leuk. Nou, ik denk dat we hem afgesluiten. Dat denk ik ook. Ja. We vinden het ook heel leuk dat jullie deze video met ons door hebben willen kijken. Laat vooral in de comments hieronder ook weten wat jullie het leukste vinden, wat er in de tussentijd veranderd wat is. Wat vind jij het leukste? Ik vind Arie de Vries ook wel heel leuk. Ja, ik vind het dak op de stapmolen echt wel top. Ja, ook met het dak op de stapmolen, echt. Ik kan niet eens meer zonder. Dankjewel voor het kijken. Volgende week weer een nieuwe weekvlog. Ja. En dan zien we jullie snel weer. Doei! Doei! Hoi, en super leuk dat je kijkt naar deze video. Zal ik ook zwaaien? Waarom zwaai ik nou ook? Ik dacht, jij zegt, hoi, dus ik doe niks. Dus ik merk aan mezelf dat ik dan met zo'n beeld zo... Doe het nog een keer. Hoi, en super leuk dat je kijkt naar deze video. Oh, dat her. Ik kan niet eens alleen maar denken aan dat jij ook zo... Was het nou ook alweer? Net. 3 seconden geleden. Dat ik ook ging zwaaien. Hij is een soort reflex. Reflex? Reflex. Zo, ik zit helemaal warm van. Ik ook. Hoi, en superleuk dat je erbij bent. Wij kunnen dit. Ja, ik ga niet zwaaien. Doe maar wel, dan kijk ik gewoon niet naar jou. Ja. Hoi, en superleuk dat je erbij bent. Nou, kaken. Nou, ik ga me niet zwaaien, want dat geeft onrust. Ja. Yoga meditatie. Oké. Hoi, en superleuk dat je erbij bent. Ik heb Daan meegesleurd.